Ethiopië, een land vol contrasten, zeker het noordelijke gedeelte van dit imposante land. In het noorden heerst een droog klimaat, waardoor de boeren moeite hebben om voldoende gewassen te kweken voor hun eigen levensonderhoud. Deze eenvoudige mensen zijn gastvrij en vriendelijk en uiteraard nieuwsgierig naar ons als bezoekers in deze weinig bezochte streek. Om aan goed drinkwater te komen, moet er soms hele afstanden worden afgelegd. Kleine plaatsjes zijn zeker de moeite waard om te bezoeken. Je krijgt een goede indruk hoe moeilijk het is voor deze mensen om in dit straatarme land te overleven. Maar er is goed drinkwater, wat belangrijk is voor heel deze streek. In de maanden juni tot september heerst er de natte tijd. Dan treden er vooral onweersbuien op, de meher. De bergstreek is dun bevolkt. Een passant, een jongen die op het vee past, een eenvoudige boer die tracht zijn land om te ploegen. Veel kom je niet tegen. De wegen zijn vooral in deze tijd van het jaar slecht. Een heel avontuur om verder te reizen. Maar de omgeving is prachtig. Grote Tana-meer, de bron van de Blauwe Nijl, die tot ver in Soedan doorstroomt. Het meer herbergt kleine eilandjes, waarop vele kloosters en kerkjes zijn gebouwd. Een van de mooiste is het 15e eeuwse klooster Faridameret, met schitterende wandschilderingen. De monniken houden zich bezig met het lezen van deze eeuwenoude misboeken. Een dienst kan wel dagen duren, maar voor een levensonderhoud moet er ook op het land gewerkt worden. Behalve de wandschilderingen bezit het klooster vele eeuwenoude kerkboeken en deze gouden met edelstenen belegde tirana's en met zilverdraden genaaide kazuifels die speciaal
lediensten gebruikt worden, onderhand met Kerstmis en Drie Koningen. Het Tanameer herbergt ook vele watervogels. De pelikaan voelde zich bijzonder thuis. Livingstone had gelijk met zijn Tanameer, dat het de oorsprong is van de levensader van vele Afrikaanse landen, de Blauwe Nijl. Met zijn spectaculair begin, de watervallen van Tissat, oftewel het water dat rookt. Deze brug is een geschenk aan een van de Ethiopische koningen. Gondar, van de 16e tot de 19e eeuw de hoofdstad van het Ethiopische koninkrijk. Als je de stad binnenkomt, word je onmiddellijk getroffen door de grote armoede bij de plaatselijke bevolking, waar voor ieder een harde strijd is om te overleven. Maar de kinderen weten toch op hun eenvoudige manier hun dromen te hebben. Een goede voetballer te worden of in bezit komen van een auto. Omdat Gondar de vroegere hoofdstad is geweest, zijn er paleizen en forten gebouwd in een fraaie mengeling van Ethiopische en Europese stijlen. Het was voor elke vorst de gewoonte zijn paleis te bouwen in dezelfde omgeving als dat van zijn voorganger en het te overtreffen. Europese invloed komt voort omdat bij een onderling treffen de Portugezen te hulp werden geroepen. Ook is er een Italiaanse invloed, maar die wil te veel. En in onderling treffen met koning Menelik sneuvelde er 12.000 man aan Italiaanse zijde. Dit sloeg in als een bom in Europa. Een Europees leger doeltreffend verslagen door een niet-Europees leger. Er werden verdragen getekend met andere Europese landen. Zij zagen Menelik als een groot vorst. Daardoor is Ethiopië nooit gekoloniseerd. Maar invloed heeft het zeker gehad bij deze prachtige forten en paleizen. Herbergt Gondar een van de mooiste kerken van Ethiopië, het 17e eeuwse kerkje Debre Dirham Selassie. De wandschilderingen behoren tot de mooiste van het land. Ze zijn perspectiefloos. De engelen kijken je met grote bruine ogen aan. De makers zijn net als bij de middeleeuwse kathedralen in Europa onbekend. Thank you.
In de vroege ochtend verlaten we Gondar, op weg naar een andere belangrijke historische stad, Aksum. Maar eerst passeren we het Tekenazedal en hebben een prachtig uitzicht over het Semingebergte. Aksum is het meest beroemd om zijn soms tientallen meters hoge obelisken. Waarschijnlijk zijn ze opgericht ter nagedachtenis aan gestorven koningen van het rijk dat in de eerste eeuw voor en na Christus tot bloei was gekomen. Ook vind je er nog twee koningsgraven die dateren uit deze bloeiperiode. Zou het paleis van koningin van Sheba zijn geweest en dateert uit de 10e eeuw voor Christus. In de stad vind je nog steeds plaatsen waar voedsel moet worden uitgedeeld, want periodes van grote droogte komt nog regelmatig voort. Buiten de stad zie je de grote problemen van het land. De erosie slaat toe. Het regenwater neemt kostbare grond mee. Al eeuwenlang voert de mens een harde strijd om het bestaan. In Yeha is het oudste overgebleven bouwwerk van Ethiopië te zien. Sabbatische tempelresten uit de 15e eeuw voor Christus. De tempel is niet meer dan een muur, maar als je eigen realiseert de oudheid ervan, is het toch imponerend. Ook worden er nog oude reliquieën bewaard in deze kerk. Noord-Ethiopië, de schatkamer van de Hoorn of Afrika, een terechte benaming voor deze streek met zijn eeuwenoude kunstwerken.